kijkers, van harte goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Staatshoofd installeert presidentiële werkgroepen voor lokale ontwikkeling. President Santokki bespreekt oplossingsmodellen voor Noorden Visserscollectief. EZ overhandigt productie- en verwerkingsmachines aan Surinaamse ondernemingen. En boekenportaal Suriname lanceert website Surinaamse verhalen. President Chandrika Prasad Santokki heeft in het kader van het verbeteren van de leefomstandigheden en het bevorderen van de ontwikkeling in diverse gebieden 9 presidentiële werkgroepen geïnstalleerd. Daarnaast heeft het staatshoofd ook de werkgroep Surinaamse Vrouwen Vooruitgang geïnstalleerd. Gezien de essentiële rol die vrouwen spelen in de Surinaamse gezinnen en met als doel het versterken van deze gezinnen, wordt er specifieke aandacht en ondersteuning geboden aan vrouwelijk ondernemerschap in Suriname. Deze werkgroep zullen actief betrokken zijn op het veld om zaken te implementeren die uitgevoerd moeten worden om de leefgemeenschappen naar een hoger niveau te tillen. En we hebben inderdaad gezegd, ons thema is Red Suriname. Dat hebben we gezegd. En wat hebben we gedaan? Het land gaan redden. Alleen moet je precies ook weten wat de status is van het land, wat de situatie is van het land. En het land was niks anders, om maar met één woord te zeggen, bankroet. Dat was het. En het land was al aan de rand van de afgrond, inclusief de samenleving. Het land stond op het punt om naar internationale veilingen te gaan. Waarom? Omdat die schuld van ons land zo hoog was en wij niet in staat waren te betalen. Het land was reddeloos. En wij zijn gekomen om het land te redden. En ja, we worden soms nog geconfronteerd, maar jullie hadden gezegd, jullie gaan het land redden. Dit is het verhaal. Dat we met een hervormingsprogramma, een pakket van maatregelen, hebben doorgevoerd om te zorgen dat we als land niet gefeild werden door onze schuldeisers. Twee, dat we het land gered hebben om van die afgrond naar beneden te donderen. En daar waar wij achteruit gingen in de economische groei, dat het afgeremd is. Dat daar waar inflatie aan het stijgen was, afgeremd is. Daar waar die koers aan het stijgen was, afgeremd is. En die maatregelen hebben we uitgevoerd op macro-economisch niveau. Onthoud dit, macro-economisch niveau, want dadelijk met kwam Tabatra niveau, waarvoor jullie nu een heel belangrijke rol gaan vervullen. En daar hebben we de resultaten neergezet die ik gepresenteerd heb in mijn jaarrede. En de mensen die kritiek leveren, whether they like it or not, dat zijn die cijfers. Dat zijn die feiten waar je niet omheen kan. En dat is wat jullie constant aan hen moeten presenteren. Die criticasters, de personen die kritiek leveren om die kritiek, dat daar waar er sprake was
van een economische neergang van min 16%. Daar was de economische groei daar. Min 16%. Dat we in 4 jaar tijd dat omgetoverd hebben in een economische groei van plus 3%, vastgesteld door IMF. Hier kan je niet omheen. Presenteer dat. De fact and figure. Daar waar die inflatie 60% was, dat wil zeggen uw SRD was met 60% ontwaard, dat we in 4 jaar tijd die inflatie teruggebracht hebben en we staan nu op 12% en misschien nog eind van dit jaar komen we voor de eerste keer als land weer in single digit in de buurt van onder de 10%. Dat hebben we 4 jaar tijd gedaan. Niemand kan er omheen. Die koers die daar aan het stijgen was, bij ongewijzigd beleid zou het boven de 100 zijn, die hebben we kunnen stabiliseren. Af en toe, en dat was een trigger, maar hebben we het kunnen stabiliseren. Staatskas, internationale reserve die leeg waren, die hebben weer meer dan 1 miljard Amerikaanse dollar. Daar kan je niet omheen. En het zijn deze macro-economische parameters die laten zien, en deskundigen begrijpen dat, economen begrijpen dat, het buitenland begrijpt dat, dat wij in een korte tijdsperiode als regering, waar andere landen het niet lukt, ons wel lukt om het land Suriname te redden, maar ook vertrouwen herwint met het buitenland en de samenwerking, waardoor we enorm veel steun gehad hebben, ook van IMF, van IDB en internationale instituten, maar ook van verschillende landen. Het belang is groot. We zijn bezig het land, laat maar zeggen, te herstructureren. Precies zoals de president aangeeft en dat de minister van Financiën samen de schulden van dit land hebben geherschikt. Zo zijn we bezig te herstructureren. En in dat kader is het dus noodzakelijk dat we dan dit soort activiteiten hebben, dit soort werkgroepen hebben, die dus op het veld bezig zijn en zaken gaan implementeren die dus uitgevoerd moeten worden om gebieden en leefgemeenschappen op een hoger niveau te tillen. Er zijn een schala aan doelen, natuurlijk infrastructurele zaken, natte en droge infrastructuur, kijken waar mensen nog onder water lopen wanneer het extreem regent. Maar aan de andere kant ook nog kijken waar mensen dus hun sociale voorzieningen niet krijgen, hun koopkrachtversterking niet krijgen. Maar ook nog de mensen proberen weerbaar te maken. Ik noem heel concreet dat we komen met een aantal plantenkassen. Waar we dus mensen gaan leren om in een plantenkas te planten. En van daaruit in hun levensonderhoud te voorzien. De werkgroepen zijn er als werkarm van het kabinet van de president. En dat is dat ze van daaruit op het veld in hun woonomgeving bezig zijn. Om dan problemen van mensen op te lossen. Ja, grondproblemen, dat is dus één van de zaken. AHP, woningbouwproblematiek, dat is dus genoemd. 30.000 mensen die in huurhuizen wonen. Laten we kijken als gemeenschap in totaliteit hoe we al deze zaken kunnen oplossen. Dus zeer zeker dat we op korte termijn de mensen die hun koopkrachtversterking niet krijgen, dat we dus, ja, en andere sociale voorzieningen ook, dat we ervoor zorgen dat het dus aan de juiste personen toekomt. Verder ook nog dat we ervoor zorgen dat de mensen die onder water lopen, dat niet meer gebeurt. Dat gebieden die onder water lopen, dat niet meer gebeurt. Maar ook nog dat we straten die deplorabel zijn, dat we dat in de komende 1 jaar, waarvoor deze werkgroepen dus benoemd zijn, dat we dat oplossen, dat we dat bezanden. Dat we kijken of we dus bepaalde gebieden kunnen bestraten. En op alle mogelijke manieren dat we dan oplossing, verlichting brengen voor de gemeenschappen. President Santokki heeft bij een ontmoeting met het visserscollectief
oplossingsmodellen besproken om te geraken tot duurzame verbetering in de volksvisserij. De ontmoeting met het visserscollectief onder leiding van voorzitter Willem Mohamed Hoezijn vond plaats op 7 oktober 2024 op het kabinet van de president. En bij dit overleg waren ook minister Parmanan Sibudin en deskundigen van landbouw, veeteelt en visserij aanwezig. Het staatshoofd beklemtoonde dat het voorkomen van blacklisting van de Surinaamse visserij door de Europese Unie de belangrijkste prioriteit moet zijn van alle actoren binnen deze sector. Voorzitter Mohamed Hoezijn gaf aan dat het Visserscollectief een erkende organisatie is waar bevolkingsvissers in coöperatieverband optrekken om hun belangen te behartigen. Hij vroeg aandacht voor enkele zaken, waaronder meer transparantie rond visvergunningen, maatregelen tegen overbevissing, incentives bij het binnenhalen van inputs voor de sector en de veiligheid op zee. Mohamed Hoezijn presenteerde daarnaast namens de organisatie enkele voorstellen. Ook vroeg hij aandacht voor de behandeling van de nieuwe conceptwet op visserij in de Nationale Assemblee. Reagerend hierop gaf president Santokki aan dat er op meerdere vlakken gewerkt wordt aan duurzame oplossingsmodellen voor de sector. In samenwerking met coöperaties en de overheid is het mogelijk om inputs invoerrechten vrij binnen te halen. Voorts is de veiligheid op zee een belangrijke prioriteit. Het staatshoofd gaf aan dat hiervoor diverse diensten bij elkaar zijn gebracht om de beschikbare kennis en middelen te bundelen en maximaal resultaat te behalen. Voorts zal voor eind van het jaar de marine met een eigen zeewaardig vaartuig versterkt worden. Voor het tegengaan van illegaliteit worden er ook stappen ondernomen. Illegale landingsplaatsen zullen worden vernietigd. De president deed een beroep op het visserscollectief om de nodige ondersteuning in de strijd tegen illegaliteit te bieden. Ten slotte gaf hij aan dat er nieuwe afzetmarkten in de regio zijn geïdentificeerd. Hiervoor worden de nodige voorzieningen getroffen om export mogelijk te maken. President Santokki heeft LVV-minister Seudin aangewezen om het voortouw te nemen in het uitvoeren van de oplossingsmodellen en het overleg met het visserscollectief te continueren. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, EZ, is al geruime tijd bezig om Surinaamse micro, kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen met de uitvoering van het Surinaams Growth Enterprise, ofwel Search Project, in samenwerking met de Wereldbank. Na een selectie- en beoordelingsproces zijn in dit programma al 56 bedrijven in aanmerking gekomen voor een matching grant. In het kader hiervan heeft de minister van EZ, Reshma Kuldeep-Singh, de officiële overhandiging gedaan van productiemachines en verwerkingsmachines aan Eden Herbs & Spices en Padre Nostro. De officiële overhandiging heeft plaatsgevonden op dinsdag 8 oktober 2024. In 2022, als ik het goed heb, heb ik de stoute schoenen aangetrokken. En dan heb ik op mijn pre-application form opgestuurd via e-mail. En ik was verrast toen ik in maart 2023 gecontact werd. En ik moest een volledige interview voor diepgang, waar er echt diepgangvragen zijn gesteld. Dat interview moest ik afstaan. En toen is besloten, er is een evaluatie geweest en er is besloten op basis van wat ik ingediend had, op basis van het interview, het resultaat van het interview, is er dus besloten om dus dan mij mee te nemen in het searchprogramma. En van dat moment is er eigenlijk gewerkt aan het traject om dus dan wat u vandaag hier ziet, de machines, het gaat er om 8 machines, om dus dat
ja, te krijgen. Voor het searchprogramma hebben we, dus daarvoor hebben we keukenkruiden geproduceerd. We hebben kruidenpoeders, we hebben kruidenthee geproduceerd. We hebben kruidenolie. Dat is een speciale aparte olie die nog niet in Suriname is. Dat heb ik dus dan geproduceerd. Vervolgens, omdat ik niet echt die kokosolie dat ik gebruik als hulpstof in mijn kruidenolie, omdat ik niet de kwaliteit kon krijgen lokaal, heb ik dus dan op een gegeven moment besloten om zelf koudgeperste kokosolie te verwerken. En in 2023 heeft het goed aangeslagen. Ik was binnen een hele week, dus een week, nog niet eens een week, was ik uitverkocht en er was heel veel vraag vanwege het feit dus dat het een goede kwaliteit een kokosolie en ik ben er zelf tevreden mee. En dus dan hebben we op een gegeven moment de productie van de kokosolie koud geperst toegevoegd aan onze productenlijn. De apparaten, de 8 apparaten zijn volledig gefinancierd door het searchprogramma. Natuurlijk, wij moesten dus dan een bijdrage doen van 30%, waarvan 10% cash en 10% in kind. En zoals u intussen ook al weet, hebben we dus deze ruimte volledig nieuw opgezet. Het is niet opgenomen of meegenomen in het searchprogramma, maar we hebben, ja, God provides, we hebben op de een of andere manier de financiële middelen wel kunnen krijgen om dus deze hele nieuwe ruimte op te zetten en onze nieuwe apparaten ook in deze ruimte te plaatsen. Ik had niet verwacht dat ik zoveel ondersteuning zou krijgen van het ministerie van Economische Zaken, maar al vanaf het prille begin, ik ben commercieel in 2022 begonnen en vanaf het begin heb ik die ondersteuning gekregen. En dat de minister heeft aangegeven vorige week dat ze toch langs wil komen om te zien hoe het allemaal aan toe gaat. Wat er allemaal is gedaan binnen het searchprogramma. Ik vind het heel fijn dat zij haar tijd vrij heeft genomen. Dat ze is langs geweest met haar hele team. Een hele grote team trouwens heeft meegenomen. Het voelt goed aan dat de minister in eigen persoon langskomt om te kijken naar wat er als resultaat is geboekt. Want ja, je kan projecten schrijven, je kan gefinancierd worden, maar het voelt toch anders aan wanneer de minister er persoonlijk bij betrokken is. En dat is voor mij als ondernemer zeer zeker een goede, positieve ervaring. Dat was een hele vlotte en prettige bezoek, zeg maar. Ja. We hebben deel mogen nemen aan een search project die dus begin van het jaar gestart was. En we zijn blij met de uitkomst ook daarvan. We zijn nog niet klaar, want het is een langdurige proces, zeg maar, ja, waar wij in zitten. Maar voorlopig gaat het gewoon helemaal goed. Ja, dus we zijn heel blij met de searchprogramma. Het zijn dus twee gelato-productiemachines ontvangen. Ja. En daarmee kan je dus de productiviteit vergroten. Je kan dus meer produceren in een kortere tijd. Dus dan geven we ons de mogelijkheid om, zeg maar, de afzet van de ijscream te vergroten. En de bedoeling is dat we dan ook naar het buitenland gaan daarmee. En het moet nog een vriezer komen voor de opslag. Die is ook nodig. En dus met de hulp van een searchprogramma kunnen wij dus, zeg maar, sneller onze doel bereiken. Dat is het punt. En
En na ruim 4 jaar van intensieve voorbereidingen is door de stichting Boekenportaal Suriname en haar partners de website nu operationeel en wordt deze steeds meer bruikbaar voor jong en oud. Dit werd gevierd middels een bijeenkomst die op woensdag 9 oktober is gehouden in aanwezigheid van minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De bewindsman benadrukte het grote belang van het lezen van Surinaamse verhalen, zowel voor de ontwikkeling van kinderen als voor de bijdrage die dit levert aan de culturele identiteit van Surinamers in Suriname en in het buitenland. Ik denk dat we verder moeten met dit initiatief om inderdaad veel meer gebruik te maken van een dergelijk portaal voor brede onderwijsinstellingen in ons land. En dat we ook langzaam gaan geloven dat we het hybride systeem in elkaar staat houden. Dus face-to-face onderwijs in combinatie met snel beschikbaar krijgen van digitaal materiaal. En dat is natuurlijk iets wat we trots op zullen zijn. Ik blijf erbij dat de inzet vanuit de Belgische organisaties die verantwoordelijk zijn met ondersteun geven van de afgelopen jaren voor het leermateriaal maken in combinatie met heel veel inhoudelijke bijdragen van Surinamers, toch wel als product gekoesterd wordt. We hebben natuurlijk werk aan de winkel om al die versies bij te houden die natuurlijk aangepast moeten gaan worden, want dat is ook een hele operatie. We zien dat er nog wat kleine slordigheden zijn in de teksten die we langzamer eruit moeten gaan halen. Maar u weet weer, de andere kant is dat materiaal niet bestendig is 10 jaar, 3 tot 5 jaar moet je het curriculum gaan veranderen, verbeteren. En dat betekent dat er werk aan de winkel is voor onze diensten. Wij zijn druk bezig ook bij de ontwikkelingsdienst ons curriculum afdeling op te gaan zetten. Dat is snel nu gebeurd. We gaan daar de komende weken veel meer vaart bij zetten. Omdat de verantwoordelijke unit deze zaken moet oppakken. Bijhouden van de feedback uit het veld. En daar dus snel ook die aanpassingen maken. Zodat wij in staat zijn zeker de versie wat betreft elektronisch te vernieuwen en bij te houden. Daarnaast heb je natuurlijk de dure grappen zijn natuurlijk die dus vanuit de verschillende drukkerijen komen. Dat is een duur concept in kleuren. En dat zullen we ook op een gegeven moment na een periode moeten aanpassen. En daar zijn grote bedragen mee gemoeid. Maar nog mooier vind ik dat we de kinderleesboeken kunnen op het portaal kunnen brengen. En ik denk ook voor onze schrijvers moet het een stimulans zijn om meer van hun boeken dus op het portaal te krijgen. We moeten inderdaad nog kijken naar de financiering van dat soort zaken. Want er zijn zeker wat auteurs die zeker wat vraagtekens hebben van is mijn jongste arbeid zo gratis beschikbaar? We gaan daar ook een passende oplossing moeten vinden. En daar moeten we gewoon aan tafel gaan zitten. Maar dat je ook het medium kan gebruiken straks om dit soort zaken makkelijker op het net te brengen, is natuurlijk een prachtig initiatief. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.